Omdat we deze week vooral bezig worden gehouden door het indammen van het coronavirus, is de vlog wat anders dan anders. Voor medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de wijkverpleging, huisartsenpraktijken, maar ook bij de GGD's en bij het RIVM is het flink aanpalten nu het coronavirus huishoudt op Nederlandse bodem. Iedereen werkt met man en macht om het virus in te dammen, kwetsbare mensen te beschermen en mensen die ziek zijn de juiste zorg te bieden. En dat vraagt veel van onze mensen in de zorg. Overuren worden gedraaid, extra dagen worden gewerkt, verlof wordt uitgesteld. Alles wordt gedaan om de zorg door te laten gaan en om ons voor te bereiden op wat misschien nog komen gaat. Ben jij zo iemand in de zorg? Geweldig veel dank voor jouw inzet. En ken jij zo iemand in de zorg? Heb de komende tijd een beetje extra aandacht en kijk of je kunt helpen. Een beetje extra aandacht en hulp is ook nodig voor onze ouderen. Door corona en de noodzaak om wat minder contact te hebben, kunnen mensen zich soms nog wat eenzamer voelen. Voor veel ouderen is een bezoekje van de kinderen of de kleinkinderen nu eenmaal het hoogtepunt van de week. Als je hoest, niest of koorts hebt, is langsgaan geen goed idee. Maar een belletje of een extra appje geeft hen ook het gevoel dat ze niet vergeten worden. Contact houden kan altijd. En even een boodschapje doen voor de buren is een kleine moeite, maar kan enorm helpen. Laten we elkaar niet vergeten. Deze coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. En het gaat alleen lukken als we met 17 miljoen mensen de schouders eronder zetten. Zo, dit was het weer voor deze week. Volgende week weer een nieuwe vlog. En als je nou meer wil weten over het coronavirus, kijk dan even op rijksoverheid.nl/corona.